Nou, kijk, als Griekenland niet uit de euro gaat, maar zich verder aan geen enkele afspraak houdt, dan hebben we natuurlijk nauwelijks een sanctie om dat land aan te pakken. En dat is een van de grote problemen. Sinds het Verdrag van Maastricht, bij alle afspraken die we hebben gemaakt, echte sancties zijn er niet meer. Nou kijk, als je een slim stelsel van eurobonds hebt, dat wil zeggen conditioneel, dan kun je landen wel degelijk disciplineren. En als je een tijdelijk stelsel invoert, en dat heeft twee grote voordelen. Dat betekent ten eerste dat je een ultieme sanctie hebt, dat als een land zich echt niet aan afspraken houdt, dat je ze gewoon weer kunt uitfaseren. Dat is een hele krachtige sanctie en ook een krachtige dreiging, ook heel geloofwaardig, omdat de uitstralingseffecten naar de andere landen nul zal zijn. Dus het zich slecht gedragende land is relatief kwetsbaar, heeft een zwakke onderhandelingspositie. En het tweede voordeel van het tijdelijk programma is dat je ook gaandeweg de rit nog kunt leren. Als je in één keer alles in beton giet in Europa, dan is het volgens heel erg moeilijk om nog één komma verschoven te krijgen. Een tijdelijk programma wat je dan kunt opvolgen, geeft ook nog de kans om gaandeweg verbetering aan te brengen. Jozef Stiefjes had daar pas geleden ook een statement over. What is needed is Eurobonds. That would enable the countries, bring down their cost of borrowing, enabling the countries to spend more money to stimulate their economies, make investments that would increase not only incomes today, but productivity in the future. Nou ja, kijk, Stiglitz noemt een belangrijk voordeel de lagere financieringskosten. Dat is een groot voordeel, maar hij gaat erin wel voorbij aan een nadeel. En dat is natuurlijk een moral hazard die ermee zit. Als je één keer onder zo'n programma valt en er is geen conditionaliteit en er is geen effectieve sanctie als je niet aan afspraken houdt, dan is het nog maar de vraag of per saldo de voordelen zo groot zijn. En dan is het overigens de politieke haalbaarheid ook heel gering. Zelf ben ik al heel erg lang voorstander van een conditioneel stelsel van eurobonds, dus waarbij landen ook echt opslagen betalen als ze niet voldoen aan de Europese afspraken, zoals op dit moment in het Verdrag van Maastricht of Stabiliteits- en Groeipact zijn vastgelegd. Maar goed, andere afspraken zou je ook mee kunnen nemen. Dus dat is belangrijk. Ten tweede moet je effectieve sancties hebben. En ik denk dat een eurobondprogramma alleen effectief kan zijn als het voor alle deelnemende landen, dus niet alleen de zwakkere broeders, maar ook de sterkere landen, evidente voordelen meebrengt. Maar er zijn toch veel tegenstanders die het absoluut niet aan willen? Ja, en die tegenstanders, ik moet zeggen, de tegenstander is toch vooral politiek gemotiveerd. En dat mensen toch ook het idee hebben dat eurobonds een soort ultieme gift aan zwakke landen is. Een uiting van solidariteit, zo is het door sommigen ook nadrukkelijk neergezet. En voorbij gaan aan het feit dat het ook heel goed kan worden gebruikt als instrument om juist de discipline te vergroten. Het bizarre is een beetje dat in tijden waarin financiële markten normaal functioneren, zij bijna niet differentiëren tussen slechte risico's en goede risico's. Dus dan profiteer je daar als sterk land helemaal niet van. En op het moment dat markten wel beginnen te differentiëren tussen goede en slechte risico's, moeten er opeens allemaal hulpprogramma's worden opgetuigd voor die zwakke landen. En profiteert er als sterk land per saldo ook niet van. En die extreme rentedaling die in Nederland is opgetreden, heeft ons land ook nog eens een keer de pensioencrisis getriggerd. Dus we hebben eigenlijk heel veel schade als gevolg van de afwezigheid van eurobonds. Stel dat we al eerder eurobonds hadden gehad, dat is een oud idee. Had dat in deze financiële crisis geholpen? Zelf denk ik van wel. Ten eerste had je die hele lange periode voor 2008, waarin financiële markten volstrekt hebben gefaald in differentiëren tussen landen, had je dus met conditionele eurobonds al kunnen voorkomen. Je had er al meer discipline in kunnen brengen. En ten tweede had je die enorme uitstralingseffecten van het gaat mis in Griekenland. Politici beginnen wat domme dingen over Griekenland te roepen en prompt vertalen financiële markten het ogenblikkelijk naar allemaal andere kwetsbare landen. Dat had je allemaal kunnen voorkomen als je op dat moment conditionele eurobonds in plaats had gehad. Dus ja, de crisis zou een stuk minder zwaar zijn aangekomen. Hoe groot schat je de kans in dat ze binnen nu en 5 jaar ingevoerd worden? Persoonlijk vrij groot, omdat ik echt ten diepste van overtuigd ben dat zonder een intelligent vormgegeven eurobondprogramma de eurozone op termijn niet levensvatbaar zal zijn.